iedere man zit nu krap in zijn geld. Het huishoudboek komt niet meer uit. Of hij wat meer geeft, het helpt hem geen fluit. Moeder blijft klagen en steunen. Komt toch dat aardige hoedje in huis. En ook die leuke japon. Ja, zelfs die schoentjes en mantelcoupon. Dan begint vader te kreunen. Wie zal dat betalen? Wie heeft dat besteld? Wie heeft zoveel ping, 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 ping? Wie heeft zoveel geld? Wie zal dat betalen? Wie heeft dat besteld? Wie heeft zoveel ping, 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 ping? Wie heeft zoveel geld? Moeder is jarig, toch is er geen feest. Alle protesten ten spijt. Moeder zegt, is nu voor feesten geen tijd. Zoiets kost nu een vermogen. Plotseling worden gebakjes gebracht. Koekjes, bonbons, chocola. Moeder verrast met een bloemstuk van pa. Vraagt dan met angstige ogen. Wie zal dat betalen? Wie heeft dat besteld? Wie heeft zoveel ping, 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 ping? Wie heeft zoveel geld? Wie zal dat betalen? Wie heeft dat betalen?